Hey mensen, super tof dat jullie kijken naar een nieuwe video. Vandaag is er geen webcam, maar dat komt omdat hij niet helemaal wil reageren. Mijn webcam heeft even slecht beeld. Dus daarom is er geen webcam. En ja, ik druk hem even weg. Maar ik zit vandaag op de dagelijks HD-server. Dit is trouwens mijn plot. Echt, ik vind het mooi. Ja, ik heb een quiz, maar die is nog niet af. Een bannershop hier. Maar in ieder geval mensen, dit is mijn plot op dagelijks nee. En ik ga vandaag, ik weet het, Milan knolde dit ook. Maar ik ga plots beoordelen. Oh ja, dat ga ik gewoon doen. Ik weet alleen, ik ga random plots ga ik overheen vliegen en ik zie wel wanneer ik een tof plot heb gewonnen, want ik zie hier in de buurt al super veel vette plots. Maar ja, daar gaan we zo achter komen of ze dan ook echt wel vet zijn. Dus ik skip gewoon de stukjes ertussendoor. Dus ja. Oké, mensen, dit ziet er wel uit als een leuk plotje. Oh, ik lag vast. Oeh, dat is niet fijn. Oké, maar even kijken wat we kunnen verwachten. Regels niet cheaten, regels geen blokken breken. Milan Knol plaatst hier een bordje. Maker, fascine, bankoren, geen idee of ik het goed zeg. Ik ben 10 jaar, nou fijn. Ja, dat is niet gemeen bedoeld, maar ik bedoel, het staat hier echt heel random. Dus ik ga het gewoon laten beginnen. Tip, hoe oud ik ben is hier verstopt. Ja, ik zag hem al. Hier naar beneden, dat gaan we gewoon doen. Vlieg omhoog, dat gaan we ook doen. Oh, dit is denk ik een dolfje. Ja, dolfjes, daar ben ik niet goed in. Ja, je kan ook niet echt goed zijn in het dolf, zeg maar. Het is gewoon meer, je gaat op je gevoel of je houdt zo'n tactiek aan, weet je wel. En dat kan ook allemaal nog. Ik ga gewoon zo. Ja, goed zo. Zit parcours? Oké, leuk. Ik hou van parcoursjes. Oh! Oh my gosh. Ik lag echt voor altijd vast op deze server. Ik ga wel gewoon weer helemaal opnieuw beginnen. Het zal wel goed komen. Dit parcours. Als ik niet. Oh, dit is een bug. Oh, wat? Oh, dit is echt heel dom. Dit was echt heel dom. Ik begon gewoon bij de verkeerde kant. Een droppert. Moeten we daar niet verder of zo? Komt dat zo? Oh. Bij deze dropper is niet zo moeilijk. Hoppa, vlieg omhoog. Nou, waarom deze? Dat is echt niet echt nodig ofzo. Maar dit is gewoon een trappie. Kijk, die hoef je niet eens voor te sprinten. Ik kan je bijna gewoon in één keertje door. En dit kan je zelfs zo lopen gewoon. Hoe oud ben ik? Oh, quizje, leuk. Ja, dat was 10. Dat was 10. Goed zo. Oh, ik lag. Wat hebben we tot nu toe gehad? Parcours. Nee, waarom deze? Oké, goed zo. Hoeveel vragen heb je gehad? Nou, dit is de derde. Ik bedoel, ja, fout. Ik denk... 1. 2. Oh, ze bedoelt... Van achter je, zeg maar. Oh, jammer, het is snel afgelopen. Als ik het goed zie, dan is hier een... Nou ja, inderdaad een skin battle, ja. Inderdaad. Nou ja, dan gaan we ook naar het volgende plotje. Oké, ik denk dat ik weer een leuk plotje heb gevonden. Ik vloog hier gewoon een beetje langs en ja, het ziet er hier de omgeving sowieso wel vet uit. Dus ja, nou ja, we gaan in ieder geval beginnen met het plot. Hallo Milan. Ja, je kan ook. Andere mensen kunnen dit ook spelen, dus ja, ik weet niet waarom precies hallo Milan. Maar ja, mensen denken alleen dat Milan het kan spelen. Ja, hallo Milan, dit is mijn eerste plot slash map die ik maak. Die ik heb gemaakt, ja, die ik maak. Dus verwacht er niet veel te veel van. Mijn naam is... Sina. Ik weet niet of je, hoe je het uitspreekt, maar ja. Maak je uit als je het fout uitspreekt. Oké, dan... Ik heb gewoon mini-games gemaakt, veel plezier. Nou, dit is tip, blijf lopen, ja dat wist ik, deze wist ik.
We gaan gewoon even kijken wat we nu moeten doen. Een makkelijke parcours. Nu een echt parcours. Dat was eigenlijk een speedrun nog. Maar ja, wat een parcoursje. Oh, dat vind ik altijd wel leuk hoor. Dat vind ik echt leuk. Ja, het is het zijn moeilijke jumps. Je vliegt er soms gewoon vanaf. Maar het zijn wel leuke jumps. Het is gewoon net iets anders dan normaal parcours. Sowieso hou ik echt wel van parcours. Ik weet niet. Heel veel mensen hebben er gewoon een hekel aan. Maar ik vind het echt wel leuk eigenlijk. Vooral het pad, wat anders. Nou ja, dat weet ik ook niet. Wat staat er? Doe de dropper. Kan je er ergens sneaky in een... Oh, lek. Kan ik er ergens sneaky in een hoekje langs? Nee, hier blijkbaar niet. Hier ook niet. En hier dan ook niet. Heel slim gedaan, Mun. Oh, deze is echt wel... Oh, ik hield mijn shift per ongeluk niet meer in. Oké, we doen gewoon alsof dat helemaal niet gebeurd is gewoon. Dit is echt moeilijk, hoor. Ik ga denk gewoon maar hier proberen, want hier is toch een beetje in. Nee, maar het lijkt me stug dat je dit hier zo kan halen. Ik denk wel dat het hier mogelijk is. Ah, ik vraag dat. Ik wil het wel op een eerlijke manier halen, zeg maar wel. Want daar ben ik zo eentje van. Ik vind ook alles niet eerlijk, dan heb jij dit zo mooi gemaakt. En dan... er is een gat in de muur. Ga ik het niet goed doen. Maar als het mij na 10 keer niet lukt, dan skip ik hem wel, zeg maar. Maar dat is altijd... dit kan niet. Dit kan moeilijk. Ja, het kan wel. Maar het is moeilijk. Oh, stom hè. Hier is een super veel mensen op de server. Oh my god, daar ging ik even van hebben, jongen. Oh, ja. Nou, dat is echt niet fijn. Ik kan dit niet goed. Ik ga het gewoon... Ik ga het nu gewoon skippen. Het is voor mij onmogelijk om te halen. Een doolhof. Een beetje verkeerd geschreven, maar het kan niet uit. Je bent pas 10, hè. Moet nog allemaal leren. Ja, ik ben 11, dus ik kan er eigenlijk ook niet veel over zeggen. Maar ja, maar niet uit. Laten we even kijken hoe we moeten gaan lopen. Want, dat is nog altijd wel moeilijk bij zo'n... ga ik daar terug? Ja, ik ben nu weer terug. Het blijkt nog altijd wel moeilijk te zijn. Linkermuurtechniek. Goed gedaan. Nu een quiz. Hoeveel dia heb je nodig voor full armor te maken? Nou, dat weet ik. Dat is 24. Wat betekent... gewetten? Ik denk... Bagage. Nee, dan denk ik... Nou, dat krijg ik sowieso niet. Dan denk ik stoprood. Ja. Hoe heet ik? Ik kan echt niet goed praten soms. Hoe heet ik? Staat hij duidelijk. En ik zeg hoe we willen. Maar ja, maar niet uit. Goed gedaan. Dit is het einde van de quiz. Het was wel kort. Ja, maar dat maakt niet uit. Is dit... Oh, dit is een onzichtbaar doolhof. Oké. Daar gaan we. Het is wel vet dat je allemaal verschillende uitgangen hebt en dat je daar uiteindelijk denk ik, maar ik denk dat je daar uiteindelijk maar één door kan. En dat denk ik. Dat is wel logisch eigenlijk. Ik haat ook onzichtbare doolhoven. Ja, ik vind op zich vind ik het wel leuk dat het in Minecraft zit. Maar je moet het niet. Nee, hier was ik net. Oh, ik vind dat zo stom. Dan kom ik er nu nooit uit. Toen moet je weer helemaal... Je kan ook heerlijk terugkomen. Ja, onzichtbaar dat doolhof, omdat het onzichtbaar is. Ja, de... Maar... Oh, kijk. Moet ik het dan... Nee, zo. Hier kan ik denk ik... Oh, nee. Ik kan hier niet terug. Oh kijk, ik kan cheaten jongens. Ik kan weten waar de weg is.
Wat is dus zo'n lekboekje? Boekje, zegt Google. Boek. Ja, weet je, jongen, je vraagt te veel van mij. Hoe heet deze kerel? Oh, ik weet het niet. Zie. Iets met een Z. Staat hij dan? Oh, ik heb niet onthouden hoe die heette. Oh, dat is niet leuk. Oh, dit is niet leuk. Oh, ik heb hem. Of niet? Nee. Ik moet terug. Zoveel mogelijk terug. Ik weet wel dat ik hierheen moest daarvoor. Dat weet ik. Dat heb ik nog wel onthouden, ja. Ik vind dat stom, want achter die hekjes blijf je zo haken of zo. Zo voelt het. Oh, ik moet wel even... Moeten we eventjes goed gaan. Maar ik ga wel goed. Goed gedaan. Maar dat is die andere. Kan je hier... Oké, hier kan je ook nog langs. Dus dan ga ik gewoon... boys! I can't do this shit, man. Waarom loop je hier vast dan? Dit klopt helemaal niet. Waarom de hek loop ik hier vast op? Ik wil even terug. Dan is hier en zo. Even kijken. Ik ga altijd kijken waar ik er langs kan en waar niet. Kan ik er hier langs? Hier kan ik hier deze hoek. En hier. Nou, die hoek heb ik al gehad. Dus ik ga proberen om hier ergens heen te komen. Maar ik haat deze chips. Nou, als je het niet heel erg vindt, skip ik deze. Sorry. Sorry, maar ik kan hem echt niet halen. Dat is, ja. Goed gedaan. Ja, niet zo goed gedaan voor mij. Maar, ja. Even scheelt. Zo'n rijtje al. Was ook een beetje te verwachten. Mag ik vliegen trouwens? Twee verschillen. Drie verschillen. Vier verschillen. Verschillen bedoel ik. Ik verspreek misschien. Ja, maar zit. Deze zit er één vanaf. Dus dat is vier verschillen. Vier. Jongen, waarom heb ik zo hoeveel verschillen? Zoek de button en maak daarmee de deur open. Ik hoop zo super zeer dat het een moeder button is, want die kan je inklikken met een bow. Oh kijk. Bow. Want ja, anders dan lukt het gewoon niet. Dan kan het niet. Hey. Hij gaat niet open. Oh ja, hij gaat niet open. Wacht eventjes. Of is het de verkeerde button? Dat zou ook nog heel goed kunnen. Dat er meerdere zijn. Ik ga hem zoeken. Nog even doorzoeken. Maar nooit opgeven. Want ja. Oké, jongen. Ik weet niet of het hoort. Oh, hè? Je plot is blijkbaar niet af. Nou ja, dat vind ik niet mooi. Dat vind ik, dan, ja. Hij kan af zijn, maar hij functioneert niet ofzo. Maar ja, dan gaan we gewoon door naar het volgende plot. En ik zie daar al iets. Ik ga er even gewoon gaan kijken. Oké. Ik zie dat het niet af is. Dat denk ik. Of het gaat ondergronds natuurlijk nog door. Oké, daar gaan we voor de rest niet op in. In bouw. Mag ik wel parcours doen? Ik ga parcours doen. Ja, dat ga ik gewoon doen. Ik hou van parcours. I like zo'n parcoursjes. Hopsa. Oké, dit is leuk. Oh, nou, dan glitch ik. Oh, dat is naar. Wow. Ja, dit vind ik niet leuk. Ik heb hem toch gehaald. Nu kan ik hem waarschijnlijk niet meer halen. Oh ja, toch wel. Stop weg! Je wordt toch soms boos. Dude, zodat je niet kan afsnijden, maar je kan toch gewoon ook vliegen. Deze server. Hopsa. Nee, je moet echt springen.
Ik zal een huppie maken. Oh, daar sloeg ik er nog het glas. Hè? Oh, die heb ik gehaald. Oh, ik moest aan mijn kind afnemen. Maar we zitten toch in creative. Ja, ik vind het echt niet eerlijk soms. Dat is wel... dat is wel... jammer. Dat, ik vind het trouwens wel mooi. Voor deze bezin niet afmaken. Ik ben echt... Ik wil alles vertellen en alles doen. Ik wil gaan heen halen. Ik ben zo enthousiast altijd. Maar ja, ik vind het... goede decoratie. Hekjes. Dat zijn cobblestone walls, dat weet ik. Maar ik moet gewoon hekjes. Ja, dit wordt denk ik een auto. Maar ja. Oké mensen, dan gaan we nu door naar een ander plotje. Want ja. YOLO! Ik weet trouwens niet waarom ik daar YOLO zei. Maar oké. Mensen, ik heb hier dan een plot gezien met parcours. Daar ga ik sowieso altijd al heen. En dit is een lang parcours. Zo ziet het er wel naar uit. Waar moeten we beginnen met lezen? Ik ga hier beginnen met lezen. Nee, hier. Beste Milan of anderen. Dit is een parcoursplot met verschillende niveaus. Lol, lol, lol. Lol, lol bedoel ik niet lol, lol. Veel succes, wou ik echt zeggen. Veel succes en have fun. Groetjes, Jens. Minecraft naam Jens Master. Ja. Jensje, YouTube Jensje. Instagram Jensje. Ja, oké. Heel goed. Regels, geen blokken breken. Gebruik please de knop aan het respect. Ja, sorry, die heb ik niet. Dan is het plot een huisje op zijn mooist. Ja, maar maakt niet uit. Sorry dat ik je nu beledig. Ja, ze schrijven. Ja, ik weet niet of je zo beledig bent met D&D tekstpad. Probeer bij parcours in één keer door te springen. Oké, okay, gaan we proberen. Ik ben Milan en ik heb... Oh, dat is van de parodie. Easy lapis lazuli. Dus ik moest in één keer door. Oh, oké, dat ging niet goed. Het is een trapje. Dat sowieso. Met lange jumps kan je toch niet in één keer door doen. Want dan moet je shiften en dan ga je toch langzamer. Dus ik begrijp jouw regel eigenlijk niet echt. Als diegene mijn video's kijkt, dan ja, weet ik veel pas staan of zo. Oh, dat ik die 4 jump in één keer haalde. Volgens mij was de 4 jump. Ja, denk het wel. Medium ice parkour. Ja. Dat ging niet goed. Je moet hier wel sprinten. Op ijs is het wel, wel leuk. Op zich. Oh, want je glijdt natuurlijk meer door en je gaat trager. Maar je springt wel harder volgens mij. Als je dan loslaat. Maar ik weet het niet. Dat weet ik niet. Oh. Je moet echt bij ice jumps moet je echt precies op het laatste moment springen. Want dan gaat het goed. Zo, ik zie je, ik spring niet precies op het laatste randje. Ik sprong al een beetje. Ja, hier. Ja, die is goed. Die is goed. Springen in het water en op naar level 3. Maar dat is niet zo hoog. Dat is niet hoog. Oké, dat ging niet goed. Jongen, oh, die had ik wel bijna, maar ik moet springen voor mijn gevoel of zo. Hup! Ja, dat wordt hem, ja. Vol pad en daarna endstone. Moet ik erop jumpen? Oh, ik dacht dat dit een parcours was. We gaan het nog eens een parcours proberen. Hoppa, hoppa, hoppa. En hop. Oh, waarom jumpt hij? Ik bedoel, waarom sprint ik dan niet? Hard materiaal aan parcours. Hoe bedoel je dat? Oh zo. Oh. Ja, stommelijk. Oh, en dit vind ik echt wel een beetje vervelend. Vervelend, die jumpies. Maar ik probeer het te halen. Ik
weet niet of het haalbaar is. Hij zal het vast getest hebben. Ja, of een vriend van hem, of weet ik veel wat. Je moeder, die het heeft getest, je vader, weet ik veel. Nee, dat zal niet het geval zijn, maar... Stommelijk. Ik denk dat je nog je kan er heel moeilijk op staan, zeg maar, want je glitcht een beetje erbij. Oh, die had ik! Ja, niet echt, maar... Ja. Huh. Oh, die had ik ook niet. Ga dan mijn shift inhouden, maar... Dat moet je niet doen. Ik weet niet waarom ik mijn shift in ga houden. Maar als ik hem gehaald heb, dan heb ik hem gehaald. Nou, leuk! Ik was er zo moe van, hè. Maar... Dagelijks idee kan er natuurlijk niets aan doen dat er zoveel mensen op spelen. Oké, ik ben klaar met dit paaltje. Ik ga er vandoor. Oh jongens, wat doe je dit? Dit is niet eens haalbaar, hè? Wist je dat? Dit is een 5 jump. Denk ik. Ja, deze is absoluut niet haalbaar. Wacht eventjes. Oh, moet ik even een blokje hebben, een wedge punch. 1. Nee, ja, dat kan je zo niet uitrekenen, maar als het goed is. 1, 2, 3, 4. Ja, als het goed is dat onmogelijk. Maar deze ga ik dan wel halen. In ieder geval proberen te halen. Eindelijk zijn we van die ijzeren dingetjes af en van het glas af. Oh, ik heb weer mijn smoel te vroeg opengetrokken. Ja. Oh, dan ga ik dan precies tussendoor. Ja, nee. Ik ben er schijn moe van. Hier ook. 4. Master Leaf Jumps. Nou, dit vond ik echt master. Ik denk dat ik dit misschien wel haal. Maar als er een 5 jump tussen zit, jongen. Ik weet niet of je dan speed moet hebben. Met zo'n beacon, weet je wel. En dan zou je op zich wel kunnen halen. Ik zie al iets. Ik ga denk dat het tot zo is. Ja, sorry dat jullie mijn toetsenbord zo kaart horen, maar dat hoor je omdat mijn toetsenbord heeft zo'n mega toetsenbord en ja, dat is een beetje vervelend met opnemen. Maar ja, dat is niet anders. Is dit zo ook echt vervelend? Misschien moet ik de chat uitzetten. Maar ik weet niet of jullie mee aan het kijken zijn, dus ik laat hem wel gewoon aan. Support is gejoined. Hallo support. Geen idee of je mijn video's kijken. Denk het niet. Denk het. Ik ga nog één keer proberen. De laatste, niet dat ik er zo afren, maar zeg maar als ik echt wel heb gesprongen. Maar dan haal ik hem ook! Oh, en dan val ik er vervolgens weer aan de andere kant af. Maar ik had hem gehaald, jullie zagen het. Hop. Ah, stomme poeplek! Ik word er boos van, ik word er echt boos van. Ik ga hem straks echt een dood reetje zo. 100% dat ik hem zo dood ga. Hier, als het even te moeilijk parcours wordt, dan hou ik echt niet meer van parcours, want dan... Oké. Zijn je handen al moe? Ja. Dan is het nu tijd voor je speedrun. Speedrun parcours. Level 5 Wizard Speed Parcours, maar dit kan je niet speeden. Of hoe bedoel je het? Speed? Parcours. Oh, dat je hem in één keer moet halen. Oh, dit is wel leuk. Oké, dan ga ik hem vanaf het begin halen. Nou, vanaf hier de haakjes. Hey! De reetjes. Hey, maar dat zijn 4 jumpies! Trouwens, deze had ik al gehaald. Dus dan ben je... Oké, dit ga je niet in één keer halen, hoor. Dit kan je niet halen in één keer.
Nou! Ik word hier kwaad van. Zo. Oh zo, dat heb je goed gedaan. Level 6 pro parkour, laatste level. Thanks. Je wordt wel moe van. Als het echt alleen maar van die fietsing vierjumpen zijn, dan word ik er moe van. Dat wil je niet weten. Nee. Dan moet je dat in één keer doorjumpen. Dat is het makkelijkste. Oh, ik ging terug naar land omdat ik hem had gehaald. Oh ja, ik sprong hier volledig verkeerd. Oh, ik ga wel van hem. Oké. Go. Hey, glitch ik er nou op? Ja, die heb ik. Ja, die heb ik ook. Hierheen. Ja, dat zie ik. Mun. Wat ik per ongeluk. Oh. De jump. Oh, mist. Jump heb ik gewoon gehaald. Oh. Ik kan er eens meer lezen. Einde. Bedankt voor het spelen van dit parcours. Nu ben je pro parcours. Oh jee, yeah. Heb ik zo lang op gehoopt. Nee. Eigenlijk niet, maar helemaal niet uit. Doei! Dat staat daar. Maar waar is dat plot ook had gezien? Ah ja, hier. Ik ga hier gewoon één keer doorkijken. Oh, dat ziet er leuk uit. Maar ik weet niet of het een playplot map is, bedoel ik. Een playplot. Dat klinkt zo raar, playplot. Het lijkt van wel. Nee. Ja, nee, wel een beetje, maar. Ik zie ergens een beginnetje, dus ik kan hem niet, ik weet niet wat, oh hier denk ik. Ja. Regels, storyline, oh het is een storyline dus. Hallo allemaal, dit plots gemaakt door DJ Lexo, denk dat je zo uitspreekt. Heel veel plezier, helper Bjorn Power 07. Regels. Je mag niet vliegen tenzij het er staat. Mila mag het wel. Niet cheaten. Tenzij je Mila knol heet. Daarheen. Mila plaatst hier een bordje. Storyline. Hallo agent 007. Ik ben je baas Jack. Hoofdletters en zo zou fijn zijn. Maar ja. Er is geen internet meer. En jij gaat het oplossen. Zoek de baden en zorg dat het internet weer werkt. Maar eerst moet je trainen. Dus ga naar trainingskamp. En daarna moet je de daden naar het hoofdkwartier brengen. Veel succes. Oké. Okay. Check. Doe de dropper. Is hier een dropper? Hier is een dropper. Maar is het niet een beetje easy, mun? Oh nee. Oh, ja, ik zie hier wel iets dat kan. Oh, close. Oh, en nu ik hier vlieg, zie ik in één keer hier een doorgang. Zo kan je gewoon zo. Ah, als ik het goed doe, waarom is het stom van mij? Ik, ja, dat is gewoon stom van mij. Tabim. Check, goed gedaan. Volg het pad. En jij, dat was echt makkelijk. Ik ga geen stelletjes doen of zo. Quiz. Want dat kan. Ja, dat kan niet goed. Hoe heet jouw baas? Jack. Nee, Pieter. Ik wist dat het Jack was, maar ik wil gewoon. Wel gewoon graag Pieter. Wat is jouw opdracht? Een taart eten. Ik ga gewoon bij alles fout en kijken wat hij doet. Wat doe je allemaal plot? Nou, de storyline spelen. Is het niet logisch dan? Goed, je bent op dreef. Of je dus dat je bent op dreef. Ja, dit was makkelijk. Check, vlieg omhoog. Oké. Oh, daar ga ik. Je laatste test. Verslaat de zombie. Volg het pad. Dood de zombie met een pijlenboog. Jij, makkie. Heb je een verslagen volgepad? Moet ik gewoon op zijn hoofd schieten?
Ja, en dan heb ik het nu gehaald. Dan heb ik het nu gehaald. Oké, dan gaan we verder met deze. Check. Volg het pad van je nieuwe huis. Dat is hier, denk ik. Wat stond er nou? Ik zal het helemaal niet opletten. Volg het pad van je nieuwe huis. Oké. Krijg je nieuw huis dan? Waarom krijg je nieuw huis? Waarom niet? Dit is je nieuwe huis. Oké. Dit is je nieuwe huis. Nou, wat een mooi huisje. En ja. Wat? I don't get it. Ze is een broer. Wat doet ze fout? Ze is een broer. Wat doe je fout? Ook denk in ding. Nou, ik rijd het al helemaal af van dit plof. Check, zoet de uitgang. Oké, moet het een beetje snel doen, maar ik ga zo naar de kermis. Zoet de uitgang was het? Ja toch? Ja, zoet de uitgang. Is dit hem? Ja, goed gedaan. Volgt pad. Oké, baas. Hier nog. Well done, check. Ga maar zonder land check. Want de dader is zorg. Zonder land. Check hier. Hier ergens is een aanwijzing. Ja, die heb ik zo gevonden. Oh, dit vind ik niet chill. Niet chill. Als we bijna weg moeten. Dat ik eigenlijk nu al weg moet, maar. Smoothie, patat. Oh, hier, die denkt de aanwijzing. Dat dacht je. Oh, hier! Snoepland. Is dat de aanwijzing? Oké, dan ga ik terug. Ah, stomme lekkerland, dat je terug bent. Welke heb je gevonden? Snoepland of jungle? Snoepland. Parcours, behalve de Milo. Dat doe ik even snel. Nou, hey, we halen hem. Snoepland. Hoeveel doelpunten heeft Messi gemaakt? Hoe bedoel je dat? 50 denk ik. Oh nee, echt niet? Bedoel je in totaal of op het bedoel dit niet. Maar in een jaar of weet ik veel. Goed gegokt is, dit is niet waar. Ja. Oh shit. Hoeveel die heb je nou van die sword? Nou, 2, dat is een beetje makkelijk. Hoeveel heb je nou voor full armor? Dat is 24. Hoeveel gold heb je nodig voor een golden apple? Moet er omheen dus 8. Wat is beter? IJzer of gold? IJzer. Ja, technisch gezien gold inderdaad. Technisch gezien gold. Maar dat is nog sterker. Ja, qua sword en qua snelheid en sword en zo is gold beter. Maar iron gaat langer mee zo. Rechts is goed. Nee, links. Ja, je kan toch ook sarcastisch zijn of zo, weet ik veel wat je wil. Deze kreeg ik de duimen droppen, de lekker beantwoord, toen nu de droppen. Nou, en ik wil even geen, ja, hier, die was easy. Come on, ja, hier gaan we zo even hoeven, volgend pad. Ah, vervelend. Vlieg omhoog. Oh, ik wist dat het omhoog was. Ga naar platteland. Ja, please, mag ik er even snel doorheen gaan. Sorry mensen. Maar ja, ik moet nu eigenlijk echt gaan. In de volgende aflevering ga ik misschien verder met het plot. Maar dat weet ik niet zeker. Dus ja, doe een duimpje omhoog als je dit vaak wilt en een leuke video vond. Dus ik zeg tegen jullie... Later!